Nou, zijn we dan. Uitlaaien. Welkom bij de tweede verhuisvlog. Mijn naam is Sander Uitlaar, eigenaar van Sander's Media Creation. Er is weer veel gebeurd en in deze aflevering de inrichting. Hoe doe je dat nou? We hebben de aanhanger mee. Nu gaan we richting Oosterhout. Gaan we even wat spullen ophalen voor het kantoor. Onder andere een bureau, wat daar nu al een maand staat. Ja, gaan we ophalen. En dan naar het kantoor. Zo, het eerste deel zit erin. Bureau, planken, stoel. Ja, dit kost me wat over. Nou, zijn we dan. Uitlaaien. Inrichting voor een kantoor is heel anders dan inrichting voor je thuis. Want thuis zou je natuurlijk heel veel doen op gevoel. En een kantoor ligt er toch net een beetje anders. Want een kantoor ga je denken, ja, wie ben ik nou als bedrijf? Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? Wat wil ik uitstralen? Maar ook, net naast wat je thuis natuurlijk doet, is ja, wat vind ik fijne stofjes? Waar wil ik mee werken? Wat past bij ons? We hebben best wel veel dingen rekening te houden. Maar we hebben twee ruimtes en de twee ruimtes verschillen best wel veel van elkaar. De ene ruimte is echt ons kantoor. Dat is wie wij als Sander's Media Creators willen uitstralen. Is een beetje is modern, maar ook wel een beetje dat vintage-achtige. Dus met mooie tafelpoten, een beetje dat koperige en gouden. Dat willen we graag uitstralen. En dit is de studio. Ja, ik kan je nog niet te veel verklappen, want dat komt in de volgende aflevering. Maar deze ruimte was meer vanuit het idee, dit moet een iets meer neutrale ruimte zijn. Zodat alle soorten bedrijven eigenlijk deze ruimte kunnen gebruiken. Zodat ze een paar kleine dingen kunnen aanpassen, zodat het naar hun wens is. Dus je wil eigenlijk toch wel een beetje hun huisstijl terug laten komen. Maar wel dat het algemeen is. Als we dit heel modern zouden doen, of juist heel klassiek, dat schrikt bepaalde bedrijven af. En dat wilden we niet bij deze ruimte. Dus daarom hebben we hiervoor gekozen. Ja, het bakje ligt weer vol. Weer een mooi kastje. En op naar kantoor. Koffie of thee is natuurlijk heel belangrijk. Ja, je kan daar gewoon een klein kastje voor neerzetten. Maar wij dachten van, we pakken gewoon mooi uit. We pakken gewoon een mooie lange kast waar ons koffiezetapparaat op staat en onze waterkoker. En dan kunnen wij voor onszelf, maar ook natuurlijk voor onze klanten die op bezoek komen, goede koffie of thee maken. Dankjewel voor het kijken naar alweer deze tweede verhuisvlog. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over alle apparatuur. Maar, bent u nog niet geabonneerd? Abonneer dan even door op de rode knop hieronder te drukken. En vergeet ook niet het belletje aan te zetten, zodat u automatisch op de hoogte blijft van al onze video's. Vond deze video leuk? Vergeet dan ook niet een duimpje omhoog te geven. En dan zien we u graag bij de volgende video. Houdoe!